Nou, ik ga een filmpje maken terwijl ik hier bezig ben natuurlijk om jullie te laten zien hoe je moet vernissen. Het schilderij van Marijke was niet helemaal goed gelukt met vernissen, dus daarom doe ik het nog een keer voor. En ik gebruik hiervoor retoucheervernis. En retoucheervernis is een vernis die je ook tussen de lagen in zou kunnen gebruiken. Maar ik gebruik hem meestal als het schilderij goed droog is. Nog geen eindvernis, dat mag je pas na een jaar doen. Als je dik hebt geschilderd, pas na anderhalf jaar. En helemaal af. En de eindvernis, zoals damarvernis, dat dicht helemaal af. Dus dan, als je dat er te snel overheen zou doen, kan het gebeuren dat je schilderij gaat schimmelen. Of dat de achterkant van je doek, als je het op doek schildert, je allemaal zwarte plekjes ziet. En er kunnen allemaal chemische toestanden mee Maar gebeuren. waarom zou je dit dan doen? Niet alleen die eindvernis. Wat zeg je? Waarom zou je die retoucheringsvernis gebruiken? En niet alleen de eindvernis na anderhalf jaar of zo. Dat kan, maar dit gebruik ik omdat je het dan ook makkelijk weer kan afstoffen. Je houdt het beter brand. Dat er niet, geen terpentijn, niet te veel terpentijn achterblijft. Als je kast is gewoon weer vochtig, dan doop je hem in de retoucheervernis. Dan zet je hem zo op dat je hem. Je doet hem schuin. Je ziet de Mooi. kleur Kleur dat helemaal af, naar joh. bovenkant. Ja, Schitterend. ja. Zo is hij eigenlijk ook als je dus aan het schilderen bent. Dan is hij nat. Dan zijn de kleuren mooier. En als hij opdroogt, dan kan hij wat ja, dof op. Ja, is hij dof. Kan hij dof worden, ja. En dat is ook een manier om dof op. Ja, is hij dof. Kan die dof worden, ja. En dat is ook een manier om, als je schilderij dof is geworden, om het even op te halen. Dat doen sommige kunstenaars, die doen dan een tussenlaag met retoucheervernis. Om even die kleuren weer op te halen, zodat je ziet welke kleur je nou eigenlijk hebt, of het eindresultaat zal zijn. Uiteindelijk En als dan je kan je er weer vernist. gewoon overheen schilderen. Je kan hier gewoon weer overheen schilderen, ja. En vanaf wanneer mag je deze laag opdoen? Als hij droog is. Dus je moet echt goed droog zijn. Als je het zo voelt dat je echt. Nou, En je wat doet is hem het? dus schuin. En dan. Ja. Dit werkt gewoon veel directer. Dan ga je er ook nog zo overheen. Hoe voorkom je nu dat er van die bubbeltjes ontstaan? Omdat er water in zit, denk ik. Ik heb er nu de kwast is vochtig met terpentijn. Zo voorkom je dat. Want ik had dat met mijn portret ook. Die terpentijn is weer die zes dit, of niet? Ja. Die cobra verf vond het erbij. Nou, je moet altijd toch nog even langs kijken of alles is gedekt. Het kan bijna niet dat het niet gebeurt als je het op deze manier doet. Dan moet het Dat je gewoon boompjes daar dan een beetje bovenaan. tof. Ja. De boompjes. Klopt, hè? En er had ook iets. Ja, daar zit licht overheen. Dat komt van het is een raampje.